Sommige lopers van de alternatieve Vierdaagse begonnen dinsdag traditiegetrouw met de dag van Elst. Op Blauwe Dinsdag zaten mensen van de huiskamer uit Elst klaar aan de Dorpsstraat bij het gemeentehuis voor een gezellige dag en om de lopers aan te moedigen. Ik zie achter ons leuke busje zie ik allemaal mensen zitten en die zwaaien en die wuiven naar alle wandelaars. Want wat doen jullie nu vandaag hier? Nou, normaal is het op de donderdag. Vorig jaar, hè, in de lastige coronatijd, hadden we net in juli een wat meer ruimte dat meer dingen mochten. Toen hebben we bedacht, laten we hier dan op het plein gaan zitten en mensen uitnodigen. En die kwamen voor het eerst sinds maanden weer buiten. He, wel op 1,5 meter, zorgen voor elkaar. Maar gewoon zo gezellig weer om elkaar te zien. Nou, hapje en een drankje erbij. Dus, ja. Vandaag dus een vol terras. Geweldig, hè? Hoe heb je al deze mensen zover gekregen om te komen? Ja, mond-op-mond reclame. Hè? We hebben dus de huiskamer van Elst iedere donderdagochtend. Waar mensen dus koffie komen drinken. En die hebben we natuurlijk één voor één gevraagd van... Goh, hebben jullie zin om naar de Vierdaagse te komen kijken? De alternatieve Vierdaagse natuurlijk. Ja. En de mensen hebben dat vorig jaar gemist. Nu is het natuurlijk ook weer op een andere manier als dat mensen gewend zijn. Maar het is ook leuk voor de mensen die langskomen, de wandelaars. Drie enthousiaste dames hier langs de route die gillen, schreeuwen, meezingen. En hier al jaren een aantal al te vinden zijn in Elst. Hoe is het om dit jaar erbij te zijn? Het is heel leuk om erbij te zijn. En eerst gingen we altijd vrijdags naar de... Villa Gladiola. En sinds dat we hier in Elst wonen, is het hier altijd kijken. Ik kom ook uit Nijmegen en ik heb vlakbij de Sint-Annestraat gewoond. Ja. En ik weet de eerste keer nog dat ik ging kijken, toen kwamen de Israëlische vrouwen langs, die militairen. Dat was gewoon fantastisch. En u woont dus nog niet zo lang in Elst? Ik woon sinds februari hier. Wat? Daarboven, bij dat appartementje hier, hoekappartement daarboven. Leuk. Dus ik kan op mijn terras kijken en dan naar beneden kijken. Ik zag al, mijn buurman heeft de vlag uitgehangen en ik zag het daar ook. Ik denk, ik heb er nooit van gehoord. Avondvierdaagse wel natuurlijk, hè. Want dat is heel bekend. Maar Blauwe Dinsdag, ik zeg, wat zal dat nou wezen? Blauwe Dinsdag is pas een paar jaar. Dat is nog niet zo lang, hoor. Ik denk een jaar of 4, 5. Ja, hooguit, ja. Dus met de vorige burgemeester, die heeft dat een beetje ingesteld. Ja. En volgend jaar weer? Ja, uiteraard. Maar dan hoop ik dat de echte Vierdaagse langs mag komen. Hè? Dat we allemaal nog meer mensen voorbij zien komen.